Ja, en man ongeveer, wie we u zien in de studio, Roan van der Waal. En uh, intussen is er uh, Webby-Husongenscoot. We Hij vertelde toen over de marathon van Enschede, die er in de rennen zo. Nou, dat is uh, inmiddels uh, achter de regen, 21 april, wie die marathon uh, op het programma. Ja, Roan, uh, de, heeft de medaille al om te heen. Dus ik ken er vanuit geen dat het, het helle heeft, of niet? Zeker, zeker. Ik, uh, ik had hem, uh, mijn mooi tempo, jou een hele hoeren ga ik hem uh, uitdraaien. Netjes. Hoe was het? Hoe was de ervaring? Ja, het was in uh, het begin uh, hartstikke druk. Het was uh, echt uh, stamvol, Al je weer uh, vol mee wel 11.000 deelnemers ofzo. Dus heel veel drukte. Er ik wel uh, 80.000 uh, taskovers, dus alle mensen om die heen, alle drukte. En het was heel koud, dus uh, ik kwam uh, eigenlijk, nou ja, met koude spieren uh, begon ik maar in dus uh, ja het eerste uh, wel even, uh, even een onpas maar uh, zodra ik een beetje warm werd mijn tempo wat voel uh, het eigenlijk heel soepel en uh, ja ik heb je direct eigenlijk net uh, last on of wat dan ook het is eigenlijk niet een uh, rochte lijn uh, gewoon soepel uh, naar de finishlijn west ja dus de herstonderwijs onderwijs net ergens een moment honders dacht ...poeh, nou nog met net had ik, dacht, pooh, nou, nou, ik het wel je ja, ik hier wel richting de 34 36 kilometer dat ik 81 het is nog wel een stikje en oh ja, ik ben nog wel wat warrig, maar ja, dan krijg je weer uh, een paar onze kant die tien namen erop. Uh, en dan, als ben je nice die tijd van de kist, het wel, en, ja, dan gaat die knap toch weer om en dan is het gewoon terug. En uh, uiteindelijk, de laatste twee kilometer ongeveer, dan komt ze echt bij de start in, Na nou, alle mensen om die ene te dan kan ik gewoon te sprinten en te wandelen. Uiteindelijk ging uh, ik nergens les van dus uh, ja die energie dat uh, had me wel heel bot uh, de in nog op ja dat jouwt je dan wel extra kracht heeft met die zware er ja niet wel in ieder geval ik ken eigenlijk dat het die net volle dood, maar uh, ik, ik vond dat uh, fantastisch gewoon alle meest kant en alle renners ik om die heen. die te maken, ja mij die rennen in principe ja maar dat was weer eerste keer hè ja weer mijn mijn eerste marathon ik heb nog nooit uh, een, een hele marathon of wat dan ik je voor die dit dus weer mijn eerste echte race nou ja, dan uh, in één keer maar uh, het hele ding. Ja, <laughs> ja met in de volle. Uh, Smaakt het, het naar nou meer? Wordt het vaker dan? Ja, zoals ik zei, ik vind uh, gewoon de hele ervaring eromheen vind ik fantastisch. Gewoon uh, de die zelf en de mensen die je binnen. Dus uh, ik zou het zeker nog een keer dwanvullen. Maar uh, ik zou dan net per se nog een keer een marathon dwanvullen. Dan zoek ik bijvoorbeeld uh, iets van een triathlon het uh, Of gewoon wij iets oors. Dan zoek ik net per se hetzelfde weer Maar ik zoek wel zeker wel eens uh, iets van. Nou ja, een evenement met al publiek en wat dan ik Het uh, Ja, dan nog wel maar een beetje extra uitdaging, had ik het zojuist. Ja, eigenlijk weer je het gewoon veel te makkelijk. Dus dan uh, ken <laughs> wel wel wat moeilijker. Nou, de oeron is het wel voor een goede doel. Misschien heeft de vorige keer ook al iets over verteld. Maar misschien kerst daar kwaad nog even iets uh, over uitlezen. Wat voor een goeie doel vind dat. Ja, ik had uh, de marathon rond voor uh, Mind Us. Dat is een uh, stichting uh, die richt zich op het uh, verbeteren van de mentale gezondheid van jongeren in Nederland. En uh, nou, daar ga ik uh, dus de hele tijd mee samenwerken. En daar ga ik uh, zoveel mogelijk uh, actie van ondernomen om, om, om daar zoveel mogelijk geld voor uh, in te zamelen. En toen vorige keer, toen had ik het doel uitsprutsen van 1000 euro. Nou, wist je nou op nog dus 124. Dus, ja, we heel dichtbij kwamen. En, nou, er rennen nog een paar ding Ik hoop dat ik daarmee dan uiteindelijk nog de 1000 zou haaien. Maar, nou, dat geertes haaien naar Mindas en daarmee wordt dan hopelijk de metalen zoeniet van de jongeren in Nederland wat beter. Want de situatie, die uh, ligt er net om. Ik bedoel, uh, ik ben heel veel uh, jongeren die uh, er, uh, nou ja, mij zitten. Voor mij en op de zoon uh, ervaren uh, depressieve klachten. Nou ja, dat haast uh, als, als ouder misschien dat hij strof in een eigen ben. Maar, uh, nou nee, dat speelt het heel bot. Dat hak ik in mijn eigen omgeving, ik was schonend. Dus, uh, daar wil ik me graag voor inzetten. Had mensen dat jij en die denken, nou, ik wil dat nog steunen, hoe kiezen ze dat dan? Nou, ik had een actiepagina samen met Mindas en het geld wat daar doneert, wordt, dat gaat dan rechtstreeks naar de stichting daar. Die kunnen wel in het artikel komen te staan. Die staat ook bij het vorige artikel van mijn vorige keer dat ik Dan kun je naar die actiepagina daar en dan kun je daar doneren. En ik had een Instagram pagina, dat is Roan van der Wal, R-O-A-N van der Wal, alle jongen ook En daar zit ik een linkje, dan kun dat ik vinden. Hartstikke mooi. Nou, dan mag het verste maar het vers in mijn gehoord komen. En uh, ik hoop je dat de, de tools het helst. Want het is natuurlijk wel een uh, prachtig doel. En lok wens maar die medaille. Ja, kan goed.